Als je deze video nu bekijkt, is de kans groot, want zeg ik heel groot, dat je me al een beetje kent. Of misschien heb je zelfs het gevoel dat je me heel goed kent door alle vlogs en noem maar op. Ik deel heel mijn leven door de camera, door middel van social media, YouTube, mijn blog, Instagram, etc. Maar dat is het juist. Wie ben ik wanneer deze camera uitgaat? Laten we wel wezen. Een laagje mascara kan wonderen doen. Vooral als je regelmatig make-up draagt, dan kan het zomaar zijn dat je niet meer zonder wat laagjes hier en daar de deur uit durft. Al sinds ik me kan herinneren, is dit voor mezelf een enorm punt geweest. Zo'n beetje vanaf mijn 13e, wanneer ik make-up begon te gebruiken, kreeg het al gauw veel meer betekenis voor me dan eigenlijk goed is. Gedurende mijn puberteit was het zelfs zo erg dat ik niet eens meer mijn vriendje of vriendinnen wilde zien zonder een laagje mascara of poeder. Nou, dat is toch bizar? Laat make-up niet hetgeen zijn dat jou zelfverzekerd laat voelen, maar gebruik het om jezelf te versterken. Ik besloot bloot te gaan. Oftewel, jou mijn echte ik te laten zien. Zowel van binnen als van buiten. Voor mijn jongere ik. En voor jou. En hoe kan dat beter dan niet door mij, maar door mijn familie en vrienden te laten vertellen? Als ik aan Laura denk, dan denk ik aan vastberadenheid. Laura en ik zijn zussen, maar we zijn totaal verschillend. Laura is net een wervelwind. Toen ik Laura voor het eerst ontdekte, had ze nepwimpers. Ze had volgens mij ook hair extensions in en haar nagels waren echt zoals dit. Het was echt, ik zag haar en dacht, wat is dit voor Barbie? Laura is een lieve, creatieve duizendpoot. Nou, Lau liep vroeger altijd op de blote voeten. Lau is een echte vriendin. Ze zal altijd voor je klaarstaan. Het is altijd gezellig. Lau is heel koppig. Als Laura iets in haar hoofd heeft, dan gaat het er gewoon komen. Een klein minder dingetje van Laura is dat ze altijd heel erg hysterisch van beestjes wordt. Lau is muy perfeccionista. 24/7 aan het werk en altijd vol met ideeën en plannen. Als Laura binnen is, dan is ze ook echt binnen. Dus dan heb je Laura mee op vakantie en dan is het altijd... Ah, dit en ah, wespen, ah, spin. Dat. Ik ben Laura's nichtje en Laura is voor mij eigenlijk wel een beetje een voorbeeld. Laura is altijd vrolijk. We hadden twee zinnen met elkaar gewisseld en toen dacht ik... Oh, wow, is helemaal geen Barbie. Ze ziet er wel zo uit, maar eronder is ze echt heel erg leuk. Ze zegt alles wat ze denkt en in sommige situaties zou je dat beter eens voor je kunnen houden, Lau. Er moet altijd wel iets gebeuren. En het liefst niet nu, maar gisteren. Of het nu gaat om het lopen van een marathon of om een bepaalde YouTube-video, ze doet het gewoon. Ik weet nog heel goed dat wij op straat en buiten spelen waren en dat alle kinderen gewoon schoenen aan hadden, maar dat Lau het niet nodig vond. Wanneer je Laura vertelt dat ze een beugel nodig heeft op haar 12e en hem zo pas neemt als ze 19 is. Als ik thuis rustig op de bank zit, dan springt Lau het hele huis door. Lau brengt altijd een gezellige drukte mee. Siempre con el trabajo. Con todo, mucho detalle, quiero hacerlo todo super bien y siempre mejor. Perfectionistisch in de werk, maar echt de grootste chaot die op twee benen rondloopt. Ook al zijn we ver weg uit elkaar, we kunnen altijd even ons hart luchten. Ik heb Laura volgens mij nog nooit in al die jaren chagrijnig gezien. Altijd lachend. Zij weet er altijd een feest van te maken, waar we ook zijn. Y es la persona más torpe que hay. We lagen op bed en Laura die zet zo de blote voeten zo op mijn muur. Op mijn witte schuine muur en die zwarte voetafdruk, die staat er nog steeds. Super torpe. Mat torpe doe je. Super torpe. Ze is de leukste zus die er is. Ja, dat is Laura. Ja, dat is Laura. Zo, nu ken je me echt door en door goed. Natuurlijk, ik deel elke dag al enorm veel op het internet met jullie door middel van social media en Instagram en YouTube en mijn vlogs. Maar toch is dat niet hetzelfde als de versie die de mensen om me heen te zien krijgen elke dag weer. Je moet je voorstellen dat alles wat ik deel op het internet langs mij komt. Dus ik knip eruit wat ik eruit wil knippen en ik laat erin wat ik erin wil laten. Maar het is maar een heel klein gedeelte van mijn dag. Toen Garnier mij benaderde voor een nieuwe samenwerking, toen dacht ik, hoe kan ik dit nou origineel aanpakken? Ik wil het anders aanpakken dan de rest. Heb ik heel lang nagedacht over een concept en toen dacht ik, hoe tof zou het zijn om bloot te gaan. Dus jullie voor het eerst echt laten zien hoe ik ben
wie ik ben. En dat door middel van familie en vrienden. En dat vind ik ook zo tof. Jullie hebben waarschijnlijk heel veel nieuwe gezichten gezien. En ja, je moet je voorstellen dat niet iedereen vindt het leuk om op de camera te komen. En ik vind het zo speciaal dat deze vrienden en familie nu tijd hebben gemaakt. En een uitzondering hebben gemaakt voor mij, voor deze video. Om toch op de camera te komen en jullie iets over mij te vertellen. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Maar wat ik natuurlijk vooral hoop, is dat je me op deze manier weer iets beter hebt leren kennen. Oh, en dit kan natuurlijk niet met make-up op. Ik wil mijn familie en vrienden bedanken voor hun bijdrage aan deze video. En ik wil Garnier bedanken voor de leuke samenwerking. Maar ik wil vooral jou bedanken, want je bent hier toch maar weer mooi. En ja, dat stel ik heel erg op prijs. Dankjewel.